Matthijs Bugli. 4 jaar lang geen medaille op zijn onderdeel, de Keirin. Wel op de Olympische Spelen. Op de wereldkampioenschappen lukt het steeds net niet. 2013 en 2014 twee keer brons voor Bugli op dit onderdeel. Bugli heeft zich ontzettend ontwikkeld. Ongenaakbaar in die wereldbekers. Vol zelfvertrouwen vorig jaar in Apeldoorn, maar blies zich helemaal op in de finale. Meer dan de vierde plaats zat er niet in. Bugli loodte plaats 1, direct achter de gangmaker dus. De gangmaker voert het tempo op en dan worden ze losgelaten. Bugli op 1. In zijn wiel Jack Carlin. Zilver in Apeldoorn op de sprint. Sterker nog, het complete podium van het WK-sprint van vorig jaar rijdt hier. De Fransman Figee won daar brons. Matt Glaser, de wereldkampioen, in 4e positie. Wereldkampioen sprint. Hij was het nog nooit op de Keirin. We krijgen sowieso een nieuwe wereldkampioen op dit onderdeel. Want de Colombiaan Puerta werd afgelopen zomer betrapt op het gebruik van anabole steroïden. Gangmaker eruit, Bugli in een vroege aanval van Jack Carlin, de Brit. Bugli in het wiel en dan houdt hij op. Hij houdt de tempo even op. Figee, daar komt Matt Glaser, de wereldkampioen sprint. Dat wiel moet je denk ik hebben. Bugli won soeverein die halve finale tempoversnelling van Glaser. 2 ronden nog te gaan. Bugli, positie 4. Moet mee met de Duitser, met Buteker in dit geval. Buteker, 27 jaar, Bugli 26. Buitenom, in de bel, een goede positie voor Bugli. Moet hij om de Duitser heen. Buteker was al eens wereldkampioen sprint. Bugli wil alleen de wereldtitel. Er telt hier niets in Polen dan de wereldtitel voor Matthijs Bugli. Matthijs Bugli op weg naar Riant, op weg naar zijn eerste wereldtitel op het onderdeel Keirin. Hij is de keizer van de Keirin. Eindelijk valt alles op zijn plaats. 4 jaar geen podium. Wel in Rio, toen was het zilver achter de ongenaakbare Jason Kenny. Maar Kenny doet nog niet mee, die komt volgend jaar pas richting Tokio. En hij is in Tokio de te kloppen man, Matthijs Bugli uit Zandpoort. Wereldkampioen Keirin. Goed gereden, soeverein gereden race. Geweldig gedaan. Tranen natuurlijk bij Laurien van Riessen. Vroeg uitgeschakeld in het sprinttoernooi, maar wel het lief van Matthijs Bugli. De Japanner Nita, de ervaren Japanner, pakt het zilver. Het brons is voor de Duitse Buteker. Maar hij kan weer een regenboogtrui gaan ophalen. Goed gereden en eindelijk valt alles op zijn plaats. De droom was er in Apeldoorn in eigen huis, maar hij maakt het waar in Polen in Pruszków.